De SGP had afgelopen weekend haar eerste verkiezingscongres in 100 jaar. De discussie over de doodstraf leidde op in de media, maar was dat wel de bedoeling? Welkom bij Uitgelicht. Afgelopen zaterdag hield de SGP voor de eerste keer een verkiezingscongres. De oudste politieke partij van Nederland was gelijk volop in het nieuws, omdat de doodstraf ontbrak op het programma. En 100 jaar vrijheid van onderwijs. Wat heeft het ons gebracht? En staat het met de verkiezingen voor de deur onder druk? Bij mij aan tafel Peter Schalk, fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Ja, goedenavond, meneer Schalk. Welkom. Dank u wel. Ja, grootse media-aandacht rondom de doodstraf. Volgens mij was dat niet helemaal de bedoeling. Nou, we hadden in ieder geval media-aandacht. En dat is altijd interessant natuurlijk voor een politieke partij. Maar helemaal niet de bedoeling. Ik denk dat iedereen wel inschatte dat er onderwerpen uitgepikt worden die dan extra aandacht krijgen. En dat werd nu gefocust op de doodstraf. Dat was natuurlijk een beetje apart in die zin dat de SGP geen enkele wijziging op dat gebied heeft beoogd. Want in het beginselprogramma staat gewoon datgene wat we vinden over de doodstraf. Ja. Maar in het verkiezingsprogramma, en dat is het programma wat je gaat proberen te bewerkstelligen in de komende 4 jaar, was dat onderwerp op die manier niet benoemd. Nou, en dat werd door een aantal mensen opgepikt als zeer bijzonder. En de media vindt dat ook een belangrijk onderwerp of een interessant onderwerp. Ja. En dat begrijp ik ook wel. Ja, want hadden jullie dat bewust eruit gelaten om uit het verkiezingsprogramma om de focus op andere onderwerpen te laten zijn? Nou, hoe bewust je zoiets doet, dat is altijd een beetje afhankelijk van het thema natuurlijk. Maar je hebt een verkiezingsprogramma. Ik weet niet of je het helemaal gelezen heeft van de SGP, maar dat is iets van 70 pagina's ja, of zo. Dus de hoofdpunten. Hoofdpunten een beetje bekeken. Nou, daar zitten een heleboel onderwerpen in. En op een gegeven moment dan besluit je, nou, gaat dit onderwerp wel mee of niet mee? En het onderwerp is in die zin meegenomen dat we ook in het verkiezingsprogramma weer hebben gezet dat de SGP vindt dat Nederland bij bijzondere misdrijven uitleveren moet naar landen waar misschien de doodstraf wel is. Ja. Maar in het verkiezingsprogramma nu opnemen dat we in Nederland de doodstraf willen invoeren, dat staat al in het beginselprogramma. Maar dat krijg je in het verkiezingsprogramma, is dat eigenlijk een beetje, helpt dat niet echt, omdat je dat in 4 jaar sowieso niet voor elkaar krijgt. Nee, want wat is dan de focus van het verkiezingsprogramma? Het verkiezingsprogramma dat focust echt heel nadrukkelijk op wat willen wij in de komende periode bereiken. En die focus die is heel positief, namelijk stem voor het leven. Mm-hmm. En er zijn een aantal thema's daarin uitgehaald, hè, veilig leven, samenleven, zo een paar andere onderwerpen. En die focus dus eigenlijk inderdaad op wat willen wij nu in de komende periode bereiken, mm-hmm, waardoor het leven voor Nederlanders in de komende periode beter wordt. In die zin dat je aangeeft welke dingen van belang zijn om veilig in de samenleving te kunnen functioneren. Ja, precies. Dus eigenlijk jullie willen het positief aankleden. Dus voor het leven en niet precies de doodstraf. Ja, ja. En wij, ja. Dat zie je dan ook terug als het gaat over leven en dood. Juist bij de thema's als dat we willen proberen om in de komende periode betere wetgeving te krijgen ten aanzien van abortusvraagstuk. Ja. Dat we geen verslechtering willen rondom voltooid leven en euthanasie en dergelijke. Hè? Want wij vinden juist dat het voor het leven is. Ja. Na bijna 100 jaar nu voor het eerst een verkiezingscongres. Waarom nu? Nou, waarom niet eerder? Nou, de SGP heeft de afgelopen jaren haar statuten gewijzigd. Waardoor wat vroeger kiesverenigingen waren, nu afdelingen zijn. En in die hele wijziging van de statuten is ook opgenomen dat de leden van de SGP invloed mogen uitoefenen op onderdelen zoals een verkiezingsprogramma. Ja. Nou, op het moment dat je dat in je statuten zet, moet je het onmiddellijk gaan uitvoeren. En we vonden het als SGP ook een heel mooi moment om dat nu te gaan doen. We hebben een mooi verkiezingsprogramma en
Daar werd ook voluit op gereageerd. Er waren 90 amendementen. Ja. Nou, voor een eerste keer een verkiezingsprogramma is dat best heel, heel mooi. Dat zoveel mensen uit de achterban de moeite hebben genomen om zo'n verkiezingsprogramma door te akkeren. Ja, en te zeggen van, oh, daar moet ik nog even zien. Iets beter, daar kan ik nog wat sterker. Ja. Nou, sommige dingen zijn aangenomen en andere ontraden. Ja, wat ook opviel was dat Van der Staaij veel positieve punten noemde van zijn tegenstanders. Was dat een bewuste strategie? Zeker. Bij dit congres? Ja, ja, ja. Kees van der Staaij is natuurlijk iemand die altijd aan het nadenken is van op welke manier kan ik het net even een tikkeltje anders doen als al mijn collega's. Nou, hij zei dat ook. Hè, bijna elk congres loopt erop uit dat iedereen een sneer krijgt. Nou, Kees van der Staaij zei van, weet je wat ik doe het even precies andersom. Ik zeg tegen ze wat ze goed doen. Ja. En natuurlijk in de marge noemde hij wel een paar puntjes die misschien wat anders hadden gemogen. Of hadden gemoeten. Ja. Maar ook daarin is dus eigenlijk die positieve insteek te zien. Precies. Ja, ja. Mooi. Ja. Ja. Blijven we doen. Ja. Dan even een wat technischer onderwerp. 24 januari wordt er een initiatiefvoorstel van Kees van der Staaij behandeld. En er wordt gestemd. Ik kunt u even kort uitleggen waar dat over gaat. Ja, dat is eigenlijk een initiatiefwetsvoorstel wat al in 2006 is ingediend. Toen nog door Kees van der Staaij samen met Matt Herben. Mm-hmm. Die zat toen in de Tweede Kamer voor de LPF. En dat gaat over een grondwetswijziging. Waarin eigenlijk wordt gezegd dat wij vinden dat bij belangrijke besluiten de bevoegdheden, waarbij bevoegdheden van Nederland zouden worden overgeheveld naar Europa, dat er dan een 2/3 meerderheid moet zijn en niet de helft plus één. En waarom is dat? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat je gewoon ziet dat je in de achterliggende tientallen jaren zijn er enorm veel bevoegdheden naar Europa gegaan. Neem bijvoorbeeld de euro. Mm-hmm. Dat is een leuk voorbeeld. Die kent iedereen, hè? Die heb je allemaal op zak. Maar het besluit over de euro, dat kon vallen met 76 Kamerleden uit de Tweede Kamer voor. Mm-hmm. En 38 uit de Eerste Kamer. Terwijl je je hele Nederlandse munt op dat moment opgeeft. Nou, dat is zo'n bevoegdheid die dan overgeheveld is naar Europa. Waarvan je zou kunnen zeggen van, misschien is het helemaal niet verkeerd dat we die euro hebben. Maar moet je dat met zo'n krappe meerderheid doen? Laten we dat even wat ophogen. Ja. Nou, Kees van der Staaij die gaat dat met verve verdedigen. En waarom duurt het zo lang? Omdat er een, je zou kunnen zeggen, het klimaat was er nog niet naar om aan te voeden dat we misschien wel een beetje kritischer richting Europa moeten kijken. Dat is één. En twee, het is een wetsvoorstel dat twee lezingen nodig heeft. Heel kort uitgelegd. Ja, heel er kort moet even, één inderdaad. Keer de Tweede Kamer moet instemmen met 50 of de helft plus één. De Eerste Kamer moet instemmen met de helft plus één. En vervolgens moet een nieuwe Tweede Kamer ook weer instemmen en een nieuwe Eerste Kamer ook. Dus daar gaan een aantal jaren overheen. Ja. En waarom? Omdat het over onze grondwet gaat. En onze grondwet is heel belangrijk. Ja, die moet je niet zomaar eventjes wijzigen. Nee. Dus daarvan hebben ze gezegd, dat kan niet even binnen één kabinet geregeld worden. Neem daar de tijd voor. Ja, moet er goed over nagedacht worden. Ja, heel kort nog eventjes. Denkt u dat die stemming, dat de Eerste Kamer positief gaat reageren op dat wetsvoorstel? Is er dat draagvlak zal er echt, voor? Er is zeker draagvlak voor. Ja. Maar er zijn senatoren zijn heel goed in tot het laatste moment goed kijken. Is dit nou een wet die rechtmatig is, goed uitvoerbaar en goed handhaafbaar? Mm-hmm. En ze kijken heel erg goed naar de grondwet. Dus het is voor de senatoren wel een punt van extra aandacht. Maar ik schat het positief in. Ja. Ja. Ja, dan dit jaar vieren we dat er 100 jaar vrijheid van onderwijs is. Volgende week een congres met staatssecretaris Dekker als bijzondere gast. Ja, u riep het in november al, hè, dat we artikel 23 groots moeten vieren. Ja. Is dit wat u in gedachten had? Nou, onder andere dit. Hè, dat is een van de dingen. Ja. En dit is een bijeenkomst volgende week vrijdag, als u daarop doelt, waar staatssecretaris Dekker zal spreken. Dat is er één. Maar aanstaande maandag is er ook een nationaal onderwijsdebat. En daar spreekt de minister Bussemaker. Met andere woorden, er zijn een aantal activiteiten. En ik heb inderdaad tijdens de algemene beschouwingen van de Eerste Kamer gezegd tegen de minister-president
van dit moeten we vieren met elkaar. Ja. We hebben een prachtig systeem. Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Dat wordt best bedreigd. Maar laten we nou eens de positieve kant pakken en met elkaar vieren dat wij op deze manier het onderwijs hebben ingericht. Ja, want even terugblikkend kort naar 100 jaar geleden. Hoe begon dat ook alweer, die vrijheid van onderwijs? Nou ja, eigenlijk was het zo dat alleen het openbaar onderwijs werd bekostigd. Mm-hmm. En als er ouders waren die hun kinderen daar eigenlijk niet meer naartoe durfden te doen, omdat ze merkten dat hun kinderen beïnvloed werden, of omdat ze eigenlijk vonden dat er christelijk onderwijs gegeven moest worden, dat moesten ze dan eigenlijk zelf betalen. Ja. En vervolgens is er in 1917 is er een wet gekomen door een voorganger van onze minister-president, de heer Cort van der Linden. Ja. En die heeft toen in die wet, in de grondwet, op laten nemen dat het onderwijs ook bijzonder onderwijs mag zijn en dat dat gelijk bekostigd is. Ja. En dat is heel erg belangrijk geweest, want daardoor kunnen wij onze kinderen onderwijs geven wat aansluit bij de opvoeding thuis, bij de visie op de wereld, op de visie op de Bijbel, enzovoort. En dat mogen we allemaal doen en dat is uniek. Dat zie je bijna nergens. Nou ja, u noemde het net al, het ligt onder vuur. GroenLinks en ook andere elementen van partijen die willen er vanaf. Hoe gaan jullie dat voorkomen? Nou, of wij dat kunnen voorkomen, dat weet ik niet zo goed. Maar dat is ook weer zo'n grondwetsartikel. Dat is dus, betekent dus dat je hele, niet zomaar eventjes artikel 23 kunt afschaffen. Dat is 1. 2. Wat wij proberen te doen is ook met andere partijen erover te spreken van welke voordelen heeft dit systeem nu. En kijk dan niet alleen maar naar het christelijk of reformatorisch onderwijs, maar kijk even wat breder. Mm-hmm. En begin eens te kijken bij het belang van het kind. Dus je probeert dat op die manier aan te vliegen. Er zijn wetsvoorstellen die worden voorbereid, bijvoorbeeld over de acceptatieplicht of de manier waarop je met docenten om moet gaan. Er komen een heleboel onderwerpen langs in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer, waar dan bijvoorbeeld een staatssecretaris of een minister ineens zegt van nou, dat moet in het onderwijs ook aan de orde komen. En dan mag je elke keer teruggrijpen op wat staat er nou in die grondwet. Daar staat dat er vrijheid van richting is en vrijheid van inrichting. Mm-hmm. Dus door elke keer daarop te blijven wijzen, probeer je duidelijk te maken van ja, maar dit is nou de kracht van de vrijheid van onderwijs. Laten we die vasthouden. Ja, want denkt u dat er een toekomst is voor die vrijheid van onderwijs? Ja, voorlopig wel. Er zijn 10, 12 jaar geleden was er eigenlijk heel grote zorg over artikel 23. Mm-hmm. Je merkt het de afgelopen periode dat bijvoorbeeld de minister-president, maar ook de staatssecretaris en de ministers van of minister van Onderwijs en de staatssecretaris van Onderwijs ook bij de politieke debatten juist artikel 23 weer eigenlijk positief neerzetten. Ja. Dus voor dit moment, denk ik de komende jaren, is dat wel weer redelijk geborgd. Maar dat betekent echt niet dat de SGP achterover gaat leunen en zegt van nou komt het wel goed. Ja. Ik denk juist dat deze periode we moeten gebruiken om duidelijk te positioneren waarom het zo belangrijk is. Ja, en wat hoopt u dan met zo'n congres te bereiken? Heel kort nog even. Nou, met het congres en met een heleboel andere activiteiten in 2017 hopen wij te bereiken dat we ook onze eigen achterban weer een keer op scherp zetten en zeggen van jongens, voor dat bijzonder onderwijs is door jullie voorouders gebeden. Ja. En wij mogen het hebben, laten we daarvoor strijden. Ja, mooi. Dank voor uw komst naar de studio. U bedankt voor het kijken. Dit was Uitgelicht voor vandaag. En morgen zijn we er weer met een live uitzending rondom de inauguratie van aankomend president Trump. Graag tot dan. Dag.